Hallo. Hi. Wilt u pinnen? Heel graag, alsjeblieft. Vraag waar de melk staat. Hier aan het einde van dit trap, aan de rechterkant. Die mevrouw denkt dat ik mijn pincode invoer, maar het is mijn postcode. Ja? Dames en heren, dames en heren. Ja, deze onschuldige mensen hebben zojuist aan meekijken terwijl ik mijn pincode intoetste. Ja, ga er maar vandoor. Het volgende wat ze zouden doen was mijn portemonnee stelen. En daarna mijn hele rekening leeghalen. En weet u wie de makkelijkste slachtoffers zijn? Nou, ja, u mevrouw. U ook. En u. Wij mensen op leeftijd. We laten ons niet meer beroven. U toch ook niet? Want ze doen het op verschillende manieren, hè? Betaal nooit een groot bedrag aan een zogenaamde bekende die u daarom smeekt via een WhatsApp of een sms. Laat niet zomaar iemand in huis die zich naar binnen probeert te babbelen. Klik niet op nepmailtjes van een zogenaamde bank en helemaal niet op mailtjes die u gouden bergen beloven. En laat vooral niet over je schouder meekijken als we onze pincode intoetsen. Criminelen zijn met velen, maar wij 50-plussers zijn met meer. Scherm daarom bij het pinnen altijd uw pincode af. En wordt er wel over uw schouder meegegluurd, stop dan onmiddellijk. En vraag of de persoon een stap achteruit gaat. Voor meer tips, kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Fijne dag, Felicity. Fijne dag, meneer. Toch slachtoffer geworden? Schaam u niet en doe gewoon aangifte.